Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 20 november. Ja, de afgelopen dagen hadden wij toch wel een saaie, grijze boel wat het weer aangaat. Veel bewolking, het was om deprimerend te worden. Zo nu en dan kwam er een opklaring, het motregende ook wat. Ja, en het zijn inderdaad weertypes die bij november horen. Maar als je dan even een zonnetje krijgt, dat zou wel fijn zijn. Nou, vandaag helaas het weekend. We hebben vandaag weer veel bewolking. Het blijft wel droog. De wind die waait uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur die loopt zo op tot een graad of 11. Zondag dan trekt er een storing over, een front. Het is weer een grijze boel en we zitten weer in de regen of er kunnen een paar buien vallen. En de wind die trekt ook wel weer aan uit het westen en de temperatuur die is zo ongeveer 10 graden. Na het weekend dan wordt het echt werkelijk merkbaar kouder. De wind gaat naar het noordoosten draaien. Op zondag hebben we veel zon en is het droog en is het zo rond de 8 graden overdag. Maar de dagen daarna is het een beetje gemengd bewolkt en ook zon. En de temperatuur die is 's nachts zo'n 3 graden in onze regio. En overdag komt die niet veel verder dan 7 graden. Voorlopig blijft het in ieder geval even droog. Dit was het weekendweerbericht van dit weekeinde, beste kijkers.